Dag allemaal, dank voor uw komst naar het webinar Sustainable Finance Disclosure Regulation dat de Responsible Investment Committee van de NVP in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten, Start Green Capital en Loyens Loef organiseert. De NVP heeft sinds de coronapandemie het beleid om elke 2 weken een webinar te organiseren en dit is er eentje in de reeks. Er zijn vandaag veel deelnemers, tussen de 50 en 100 man, dus het loopt uiteen. Dus ik wil u vragen om het allemaal uw geluid uit te zetten. Het beeld mag aan, hoe meer gezichten, hoe meer vreugde, zou ik zeggen. Het eerste half uur gaan we kijken naar 3 presentaties van ongeveer een half uur in totaal. En daarna zal er ruimte zijn voor vragen. Maaike van der Schoot van Alpinvest is daarbij de moderator. En de vragen die jullie hebben, wil ik ook vragen of jullie eventjes in de chat zet, zodat niet iedereen gaat praten. En dan kunnen we proberen met zo'n grote groep het beste te stroomlijnen. Wat ik al zei, het wordt opgenomen. Ben je daarvan bewust? En het is ook terug te kijken voor mensen. Nou, voor nu geef ik het woord aan Maaike. En zij zal moderaten. Dus ik wens jullie veel plezier. Dankjewel, Mark. En welkom allemaal. Zoals Mark zei, dit webinar is geïnitieerd door de Responsible Investment Committee. Maar ik denk bij uitstek een onderwerp waar het blijkt dat duurzaamheid steeds verder organisaties binnenkomt en ook op het bord van de legal en compliance officers gaat liggen en misschien uiteindelijk ook wel veel verder het hart van je fundraising bijvoorbeeld in gaat trekken. Ik denk voor iedereen die zich bezighoudt met het onderwerp duurzaamheid zijn het exciting times. We erkennen denk ik allemaal wel de risico's van de klimaatverandering bijvoorbeeld en het belang van meer transparantie. Maar uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat het toepassen van de SFDR nog veel vragen oproept. En 10 maart nadert natuurlijk voor ons allemaal heel snel. Daarom zijn we ook blij dat we een aantal fantastische sprekers hebben gevonden vandaag die bereid zijn om hun ervaringen en kennis met ons te delen. Ze zullen allemaal een korte presentatie houden. En daarna is er tijd voor vragen. En zoals Mark al zei, gegeven de grote interesse voor dit webinar graag via de chat. Dan zal ik ze daar uithalen. Je kan een vraag direct aan mij sturen, maar je kan hem ook aan iedereen sturen. We beginnen zo met een introductie van Roderick Bogaert van Loyens & Loef. Die nog even kort uiteen zal zetten wat de SFDR inhoudt en welke verschillende disclosures er gedaan moeten worden. Zowel op managerniveau als op fondsniveau. Daarna vertelt Dylan Perales hoe ze zich bij Start Green Capital bezighouden met SFDR en hoe ze zich daar voorbereiden. Dylan is ook lid van de Responsible Investment Committee van de NVP en initiatiefnemer van deze sessie. En last, maar zeker niet least, zal Zoe de Châtel van de AFM een toelichting geven op de verordening duurzaamheidsinformatie. En Zoe is toezichthouder bij de AFM en houdt zich daar onder andere met SFDR bezig. Dan kunnen we wat mij betreft nu beginnen en dan geef ik als eerste het woord aan Roderick, alsjeblieft. Ja, Maaike, dank voor de introductie. Ik wacht even tot de presentatie. Ja, de presentatie is zichtbaar voor ons. Ja. Ja, ik zal kort in vogelvlucht de verordening informatieverschaffing duurzaamheid behandelen. En daar hebben we het over. Dat is de verordening die per 10 maart in werking treedt. En waar heel veel marktpartijen op dit moment zich aan bezig zijn voor te bereiden om per 10 maart eraan te voldoen. Ik heb daarvoor dus 8 minuten, dus ik zal het kort houden. Als we naar de volgende slide gaan. Waar gaat het over? Het gaat dus over de EU-verordening het transparantie over duurzaamheid. Die verplicht beheerders om op hun website en in hun fondsprospectussen disclosures te doen over duurzaamheid. Wat ik zal behandelen kort zijn de type beheerders die eronder vallen, die hier aan moeten voldoen. En vervolgens de korte actualiteiten, hè, dus de meest recente ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op dit onderwerp. En daarna zal ik heel kort de inhoudelijke verplichting, de disclosureverplichting bespreken, die in ieder geval per 10 maart gaan gelden.
Nou, het gaat dus om, om duurzaamheid. Het doel van die verordening is om transparantie te betrachten om, richting investeerders omtrent de integratie van duurzaamheidsrisico's, negatieve impact op duurzaamheidsfactoren en de promotie van ESG-karakteristieken. Dus zodat beleggers de fondsen van aan andere financiële producten die in de markt worden aangeboden op die op die betreffende onderwerpen op een juiste wijze kunnen vergelijken. Voor wie gelden die disclosureverplichting? Dat is ten eerste voor EUVK-beheerders. Die zo kleine beheerders zijn zonder vergunning. Daarnaast geldt het voor AFD-beheerders. En tenslotte geldt het ook voor mogelijk ook voor kleine beheerders. De AFM heeft hierover in een Q&A uitgezet dat AFM in ieder geval geen uitzondering in de verordening ziet voor kleine beheerders. Tegelijkertijd is er door de Europese toezichthouders recentelijk een vraag gesteld aan de Europese Commissie of het inderdaad zo is dat kleine beheerders onder de disclosureverordening vallen. Om dat antwoord van de Europese Commissie en het antwoord van de Europese Commissie zal waarschijnlijk voornamelijk zijn voor de vraag: vallen kleine beheerders ook onder de verordening of niet? Wat zijn de actualiteiten? Ten eerste natuurlijk dat per 10 maart de eerste set disclosureverplichtingen gelden. Daar komen we straks ook nog even te spreken via de volgende slide wat die disclosureverplichtingen dan zijn. Maar dat is waar marktpartijen nu natuurlijk heel druk mee bezig zijn. Een andere actualiteit is recentelijk dat de AFM een uitvraag heeft gedaan aan beheerders over de wijze waarop beheerders van plan zijn de SFDR na te leven. En dat met name op het gebied van de disclosures en prospectus. En dus beheerders moeten de prospectus disclosures voorafgaand aan 10 maart toesturen aan de AFM. Nou, daarnaast heeft de AFM dus ook een Q&A gepubliceerd die ingaat op bepaalde vragen omtrent SFDR. Een andere actualiteit is dat de final report recentelijk is gepubliceerd. Dat is eigenlijk een soort het final report van de Europese toezichthouders die nog door de commissie moet worden vastgesteld overigens. Waarvan de effectieve datum 1 januari 2022 zal zijn. En dat final report, dat geeft eigenlijk een nadere uitwerking van bepaalde disclosureverplichtingen die gelden onder de SFDR en waaraan beheerders op die markt moeten voldoen. Laatste actualiteit is dat er recentelijk dus ook, waar ik al eerder aan refereerde, dat er door de Europese toezichthouders, de ESA's, op een aantal onderwerpen vragen zijn gesteld aan de Europese Commissie om uitleg. Dus om uitleg van bepaalde vragen die in de markt veel terugkomen over hoe je bepaalde verplichtingen de SFDR moet lezen. En dan kan dat inderdaad gaan. Is het van toepassing op kleine beheerders? Heb jij geluid? Sorry? Zou iedereen die niet spreekt graag zijn geluid op mute kunnen zetten? En dan horen we geen achtergrondgeluid. Ja. Maar dan gaat het een andere vraag die bijvoorbeeld is gesteld. Wanneer is een product, is een fonds, precies een artikel 8 fonds, is dan is een enkele uitsluitingslijst voldoende of moet er ook echt promotie zijn van ESG-karakteristieken? Daar kom ik straks over te spreken, nader over te spreken. Dus als we door kunnen gaan naar de volgende sheet. Nou, wat voor informatie moeten beheerders nou transparant maken onder de disclosureverordening per 10 maart? Dus dit zijn de disclosureverplichtingen die gaan gelden per 10 maart. Nou, dat is dus ten eerste op de website van de beheerder. En dan is het eerste onderwerp waarover een disclosure moet plaatsvinden is een beschrijving van de wijze waarop de beheerder duurzaamheidsrisico's
meeneemt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Ja, dus dit ziet op ja, een soort van procesbeschrijving. Hè, op welke wijze, bijvoorbeeld bij het opstellen van een investment proposal, hè, op welke wijze worden duurzaamheidsrisico's daarbij in aanmerking genomen. En duurzaamheidsrisico's zijn risico's die een materieel nadelige impact kunnen hebben op de waarde van de belegging. Dus, dus eigenlijk is het een soort outside-in benadering. ESG-risico's die een nadelige impact kunnen hebben op de waardering van de belegging van de portefeuille van vennootschappen, de beleggingen van het fonds. Dat is de eerste disclosure die moet worden gedaan op de website. De tweede disclosure die moet worden gedaan op de website is de wijze waarop beloningsbeleid van de beheerder duurzaamheidsrisico's in aanmerking neemt. De SFDR schrijft ook voor dat het beloningsbeleid duurzaamheidsrisico's moet meenemen. Dat in het beloningsbeleid moet worden meegenomen van de beheerder. En op de website moet daar vervolgens over worden gedisclosed. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan dat de variabele beloning mede afhankelijk is van compliance met beleid. En als in beleid staat dat er ESG-risico's moeten worden meegenomen in een investeringsbeslissing, nou, dan zou dat dus een impact kunnen hebben op de variabele beloning van een werknemers van de beheerder. Dus een voorbeeld. Tot slot, er moet op de website worden gedisclosed over de wijze waarop de beheerder ongunstige effecten van de portefeuilleonderneming op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. Duurzaamheidsfactoren worden uitgewerkt in level 2. Moet je bijvoorbeeld denken aan uitstoot en verbruik van de betreffende portefeuillevennootschappen. Hier zit ook een comply or explain mechanisme in. Dus als een beheerder minder dan 500 medewerkers heeft, dan hoeft de transparantie hierover niet te worden betracht. Maar dan moet de beheerder dat wel zeggen op de website. Ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren niet worden meegenomen. En moet ook uitleggen waarom dat zo is en wanneer de beheerder verwacht er wel aan te voldoen. Dat is voor wat betreft de website disclosures. Voor wat betreft de tweede type disclosure die moet worden gedaan is een disclosure in het prospectus van de betreffende beleggingsinstelling. En daar is onderscheid tussen disclosures die in alle de prospectus van alle fondsen moeten worden gedaan en extra disclosures die moeten worden gedaan ten aanzien van fondsen die kwalificeren eigenlijk als duurzame fondsen. Kom ik zo nader over te spreken. De disclosures die in alle prospectus van alle fondsen moeten worden gedaan, zijn dezelfde beschrijving als op de website. De beschrijving van de wijze van de beheerder duurzaamheidsrisico's meenemen bij het nemen van investeringsbeslissingen. En daarnaast ook de resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het fonds, een soort ESG risk factors, zoals we maar even kort noemen, die moeten dus in de prospectussen van alle fondsen terugkomen. In de prospectussen van zogenaamde artikel 8 en artikel 9 fondsen, dat zijn duurzame fondsen, om maar zo te noemen. Daar moet extra disclosures worden gedaan en met name een beschrijving van de wijze waarop de duurzaamheidskenmerken die een fonds in acht neemt, daarvan moet een beschrijving worden gegeven in de prospectus. En als een index als referentie benchmark wordt aangewezen, moet er informatie worden gegeven over de consistentie van die index met de duurzaamheidskenmerken. En dat even heel kort. Die verplichting geldt per 10 maart. Later zijn er dus meer verplichtingen. Er komen later nog meer verplichtingen. Ik noemde net al even level 2. Die geldt per 1 januari 2020.
2022. En die werkt bijvoorbeeld de wijze waarop de artikel 4 disclosures moeten worden gedaan en de artikel 8 disclosures, artikel 9 disclosures nader uit. Bijvoorbeeld templates, de wijze waarop die disclosures moeten worden gedaan. En bijvoorbeeld bij artikel 4 op de website staat bijvoorbeeld ook alle factoren die moeten worden meegenomen. Dat is een hele lijst van factoren waar je de impact van een portefeuilleonderneming op die factoren moet meten en vervolgens disclosen op de website. Vraag is, die bij de voorbereiding voor 10 maart heel erg heeft gespeeld, is: is het aanpassen van bestaande prospectussen ook nodig? Van bestaande fondsen die closed end zijn en niet meer worden aangeboden na 10 maart? Moet je die dan ook nog, moet daar dan ook nog de informatie onder B en C worden opgenomen? Naar ik begrijp niet het geval, maar dat zal de CTL van de AFM straks ook nader op ingaan. Een andere vraag is, wanneer kwalificeert nou een fonds als artikel 8 en 9 fonds? Daar zijn vragen ook over gesteld door de Europese toezichthouders aan de commissie. In ieder geval, daarvoor gelden twee voorwaarden. Promoot het fonds duurzaamheidskenmerken en is er een beleid op het gebied van good governance ten aanzien van portefeuillevennootschappen? Wordt aan die twee voorwaarden voldaan, is er sprake van artikel 8 fonds. Artikel 9 fonds is een impactfonds. Duurzaam belegging als doel. Als een fonds als zodanig gekwalificeerd, moeten de disclosures die in de prospectus worden gedaan, die staan onder C. En in de overwegingen bij de level 2 staan ook, denk ik, belangrijke aanwijzingen wanneer sprake is van het promoten van duurzaamheidskenmerken. In de overwegingen van die level 2 staat bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van bindende restricties voor de beheerder bij het doen bij het nemen van beleggingsbeslissingen in het kader van duurzaamheid. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een uitsluitingslijst die gericht is op duurzaamheid. En dat ook zo is gepromoot. Dat in het kort meer over te zeggen, maar dat in het kort. Tot slot, bij een wijziging van de prospectus. Wat je ook in het voortrekt nu op dit moment ziet, is dat sommige beheerders die willen graag dat hun fondsen kwalificeren als een artikel 8 fonds, die er nog worden aangeboden. En die gaan dus ook in hun beleggingsbeleid duurzaamheidskenmerken introduceren. Zodat er sprake is van een artikel 8 fonds. Bijvoorbeeld een extra exclusion list op het gebied van duurzaamheid. Niet beleggen in tabak of in energie-intensieve bedrijven. Om maar even het voorbeeld te geven. Dan is de vraag vervolgens, is dat dan niet ook een materiële wijziging waarvoor ook melding waarbij je ook een melding bij de AFM moet doen? Dat is een relevante vraag die ook moet worden beoordeeld, want daarvoor geldt natuurlijk een 2 maand een wachttermijn van 1 maand, mag ook 2 maanden voor de AFMD vergunninghouders. Dat is het even heel kort wat mij betreft. Een kort overzicht van de SFDR in vogelvlucht. Dankjewel, Roderick. Ik zie al heel veel vragen binnenkomen, maar die bewaren we eventjes totdat alle sprekers aan de beurt zijn geweest. Want ik denk dat daar ook al wel wat dingen in beantwoord zullen worden. Dus dan wil ik nu graag het woord geven aan Dylan. Yes, dankjewel. Ik zal even mijn scherm delen ook. Als het goed is, is nu mijn scherm te zien. Ja. Heel goed. Dank voor het overzicht, Roderick ook. De vervolgvraag is natuurlijk, hoe gaan we hier om als fondsmanager? En wij als Sotheby's zijn hier ook mee begonnen. En wij delen graag onze ervaring hoe wij de SFDR aan het implementeren zijn. Het is misschien goed om te beginnen met de context waarin wij dit doen. Wij hebben 6 fondsen. We hebben ongeveer 425 miljoen beheerd vermogen. En circa 40 werknemers. En
Eigenlijk al onze fondsen dragen bij aan een van de Sustainable Development Goals. Met echt een kenmerk of de focus op de energietransitie, circulaire economie of diversiteit. Het is dus eigenlijk zijn het allemaal impactfondsen, dus gerelateerd aan SFDR artikel 9. Wat ook wel belangrijk is, is dat wij onder de toezichtregimes vallen van MiFID 2 en AFMD, maar wel onder het registratieregime. Dus op basis van deze context hebben wij sommige uitzonderingen of een optie voor Compile or Explain. In het kort zijn dit de stappen die wij aan het doorlopen zijn. Het is belangrijk om te melden dat wij nog niet klaar zijn. Het is een ongoing proces, ook omdat er nog dingen gewoon onduidelijk zijn vanuit Europa. Maar we zijn begonnen met een team samenstellen, vervolgens informatie verzameld. We hebben een gap-analyse opgesteld en zijn nu bezig met het updaten van het beleid en ook een deel implementatie. Ik zal deze stappen stuk voor stuk doorlopen en ook wat tips geven en ervaring delen per stap. Stap 1 is het samenstellen van een team. Het is denk ik belangrijk om een multidisciplinair team samen te stellen, omdat veel verschillende expertise's nodig zijn. Allereerst heb je iemand nodig die ervaring heeft met responsible investment, die ervaring heeft op het gebied van ESG-beleid of impactbeleid. Vervolgens is het ook heel relevant om iemand te trekken die ervaring heeft met risk and compliance, met de toezichthouder om te gaan. Daarnaast is iemand van reporting ook heel relevant, omdat niet financiële metrics nu ook steeds meer moeten worden gereport. En uiteraard is ook het belangrijk om iemand van legal bij te trekken om de implicaties van de contracten goed te kunnen verwerken. En daarnaast zijn er natuurlijk overige stakeholders, zoals iemand van marketing of je investment team, die uiteindelijk goed geïnformeerd moet worden. Stap 2, als je team hebt samengesteld, is eigenlijk informatie verzamelen. Het is voor iedereen in je team belangrijk, denk ik, om allereerst de basisinformatie door te geven. En voor mij is dat allereerst de regulatie zelf. Dat hielp voor mij best wel om één keer het totaaloverzicht te krijgen. Het is een bondig stuk, 16 pagina's. Met name gefocust op het doel, waarom deze regeling er is en wat de vereisten zijn. En dat is eigenlijk als verdiepingsstap. Stap 2 is het doorlezen van die draft van de Regulatory Technical Standards, waar Roderick het ook zojuist over had. Dit geeft meer duiding over de hoe. Dus hoe moeten we dit nu gaan inrichten als fondsmanager? En voor mij was dit heel verhelderend, want het werd een stuk concreter. En er worden een stuk praktische templates gegeven, zeker ook in de annexes. Dus ik raad iedereen aan om daar zeker naar te kijken. Daarnaast kan je natuurlijk ervoor kiezen om een adviseur te raadplegen. Op internet zijn echt best wel veel handouts bereikbaar die nuttig kunnen zijn om voor jezelf een overzicht te krijgen wat allemaal de implicaties zijn en wat je moet weten. Hoe wil je daarin gaan loggen in dat ding? Ik zal even verder gaan. Stap 3 is de gap-analyse. Hierbij ga je dus eigenlijk kijken wat zijn de vereisten vanuit de SFDR. Waarbij wij dat in een overzicht hebben gebracht in een Excel-sheet. Dat werkt voor mij heel fijn om het allemaal op een rijtje te zetten. En daarbij kijken we eigenlijk voor wie was dit artikel van toepassing. Is het van ons een comply or explain scenario of moeten wij er echt aan voldoen? Op welk level is het van toepassing? Is het op entiteitsniveau of op productniveau van het fonds? Daarnaast moet je kijken waar heeft het artikel effect op. Dus is het op je website, op je contacten, op je reporting. En vervolgens is het super relevant om te kijken wanneer is de ingangsdatum. En vervolgens is het ook belangrijk om goed in kaart te brengen wat je al hebt. Want ik denk dat veel van onze leden al veel beleid hebben op het gebied van ESG. Sommigen ook op het gebied van impact en andere klimaatrisico's. Dus het is belangrijk om te kijken wat heb je al. En dan de laatste stap, het gat analyseren, acties formuleren en allokeren en prioriteiten stellen. Dit is wat wij hebben gedaan. Een voorbeeld, dit is momenteel wat er bij ons op de website staat over ons duurzaamheidsbeleid. En wij hebben heel veel ook in een bijlage staan over ons impactbeleid. Dus hoe we positief impact bijdragen, maar we hebben eigenlijk beperkt gedeeld over ons ESG-beleid, hoe we de risico's en negatieve effecten minimaliseren. Terwijl we best wel veel beleid daarvoor hebben, alleen dat hebben we nog niet gedeeld. Dus dit is zo'n ding dat je analyseert met die gap-analyse, waarop dan een actie volgt om dat iets uitgebreider op je website te gaan delen.
hier heb ik een overzicht van de Excel-file, waar eigenlijk alle artikelen op een rijtje heb staan met de vereisten. En de relevante zaken die ik net ook noemde. Nou, vervolgens stap 4 is het update van je beleid. Daarbij is het mijn tip, harmoniseer zoveel mogelijk over de verschillende fondsen. Maar finaliseer vooral als er meer duidelijkheid is vanuit de EU. Omdat er nu nog best wel wat onzekerheden zijn. En het in ieder geval voor ons niet fijn was om meerdere keren in korte termijn te gaan implementeren. Nou, een paar voorbeelden van mogelijke aanpassingen. Eerder al genoemd het updaten van de website met meer tekst over ESG-beleid. Ook het linken van onderliggende fondswebsites naar de website van de beheerder. Kan voor sommigen van jullie relevant zijn. Wat wij persoonlijk meer hebben gedaan is meer aandacht geven aan het fysieke klimaatrisico. We hadden al in kaart gebracht wat mogelijke negatieve effecten zouden zijn van onze onderneming op het klimaat. Maar nog minder aandacht op wat het klimaat voor effect kon hebben op onze onderneming. Dus dat hebben we nu uitgebreid. En we zijn nu ook bezig met het in lijn brengen van onze ESG-scan. Met eigenlijk de verplichte en optionele metrics uit de Principle for Sustainability Impact Statements. Die ook in die draft RTS staan genoemd in een van de bijlagen. En soms is dat best wel complex. En ook kijkend in de context van een venture capital fondsmanager met relatief kleine bedrijven. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de broeikasgassen. In die bijlagen worden metrics genoemd van breng in kaart wat de scope 1, 2 en 3 greenhouse gases zijn. Waarbij scope 1 eigenlijk de meest directe greenhouse gases zijn en scope 3 de meer indirecte. En die dienen allemaal separaat gemeten te worden. En nou, dat deden wij op dit moment nog niet. Wij deden het eigenlijk op het moment dat het relevant is. En dus als wij denken dat het risico hoog is, maar dan maken we ook geen uitsplitsing over verschillende scopes. En dat is iets waar we nu naar gaan kijken of we dit wel of niet willen implementeren en of het relevant is voor ons, onze sector eigenlijk. Een ander voorbeeld is een metric die ingaat over het percentage overtredingen van de UN Global Compact Principles of de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Dit is één metric, maar het omhelst eigenlijk heel veel verschillende regels die weer verwijzen naar andere bestanden die best wel groot zijn. Dus om dit er zo in te zetten, dat is misschien praktisch uitdagend. Wij willen vooral kijken, wat is nou de zorg die dit dekt? Die kunnen we dat op een andere manier ook inrichten. Hieronder heb je een voorbeeld van die bijlagen van die technical standards, waarbij je dus ziet hoe ze vragen naar die greenhouse gases in verschillende scopes. Stap 5 is de implementatie. Nou, ik denk dat het belangrijk is om natuurlijk de rest van het team te implementeren. Een tip hierbij is om een interne workshop te geven. Dat heb ik zelf ook gedaan. Waarbij we de implicaties duidelijk maken voor het team. En ja, dit hebben we natuurlijk niet digitaal gemaakt, waardoor we het ook kunnen opnemen en ook voor toekomstige collega's gelijk up-to-date kunnen krijgen hiermee. En daarnaast kan het ook handig zijn om een extern memo op te stellen, om eigenlijk de overige stakeholders, zoals je investment committee, te informeren over de SFDR en de doelstellingen en implicaties daarvan. Dus dat eigenlijk in het kort, de stappen die wij aan het doorlopen zijn om de SFDR te implementeren. Dankjewel, Dylan. Ik denk heel nuttig voor mensen die zelf ook in het proces zitten om te zien hoe een ander het doet, of die misschien nog helemaal aan het begin van het proces staan. Zeker omdat jullie natuurlijk echt wel een duurzaam fonds zijn, dus het ook doen, denk ik, zoals het allemaal bedoeld is. Ja. Ik wil nu graag het woord geven aan Zoë de Châtel van de AFM, die een toelichting zal geven vanuit de regulator. En misschien hebben jullie het interview vanochtend in NRC al gelezen met de baas van de AFM, die ook al daar hier het al een en ander over gezegd heeft. Dus daar zal ze ongetwijfeld ook aan refereren. Ja, dankjewel, Maaike.
Ik heb ook een korte presentatie voorbereid. Ik ga even kijken of het nodig is om er allemaal doorheen te lopen, omdat Roderick ook al een gedeelte qua inhoud heeft gedekt, denk ik. Maar ik ga even kijken en we gaan ook zien dat we zorgen dat we voldoende tijd overhouden voor vragen. Hij mag naar de volgende sheet. Ja, ik schets graag nog even de context van de SFDR. We hebben dus nu op dit moment inderdaad de SFDR-verordening. Dat zijn de level 1 teksten die per 10 maart in werking zullen treden. Onder die level 1 teksten hangen nog regulating technical standards. Nou, die zijn ook al eerder genoemd. Dat zijn dus eigenlijk de technische uitwerkingen van die vereisten op level 1. En naar verwachting treden die dus per 1 januari 2022 in werking. Ik heb daar een klein vraagteken achter gezet, omdat het nog wel die teksten nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Dus mochten zij nog zeggen, we gaan niet akkoord, dan kan er nog een vertraging optreden. Maar eigenlijk houdt iedereen er wel rekening mee dat 1 januari 2022 de datum gaat worden waarin ook die, waarop die technische vereisten in werking zullen treden. Wat betekent dat voor 2021 en dan specifiek in de periode van 10 maart tot 1 januari 2022? Dat betekent dat er eigenlijk hoog over moet worden voldaan aan de vereisten die in die SFDR level 1 teksten staan. Simpelweg omdat er nog geen een nadere uitwerking is van die regels. Dus de Europese Commissie heeft ook gezegd, we verwachten dat er hoog over invulling wordt gegeven aan die vereisten door financiële marktpartijen. Daarbij is het goed om op te merken dat voor een aantal van die vereisten zullen ook geen nadere uitwerkingen komen. Dat zijn onder andere artikel 3, 5 en 6. En die zien wat meer op de vereisten, die zien op de beheerder zelf. Dus bijvoorbeeld iets opnemen inderdaad over duurzaamheidsrisico's in je beloningsbeleid. En die zeggen volgens mij ook nog iets over hoe je omgaat met duurzaamheidsrisico's in wat meer algemene zin. Dus daar komen geen nadere uitwerkingen voor. En die kunnen dus ook al gewoon volledig worden geïmplementeerd. Vanaf 2022 zullen partijen dus ook aan die vereisten, die level 2 vereisten moeten doen. Dus die technische standaarden die eigenlijk invullen hoe je die SFDR vereisten moet uitwerken. Nou, Dylan noemde het al. Daar staan templates in die gebruikt moeten worden. Maar ook eigenlijk een hele nauwkeurige informatie over hoe je je website informatie moet disclosen. Dus welke kopjes moeten daarbij gebruikt worden. Welke minimale informatie moet je daarbij verschaffen. Dus dat zijn best wel gedetailleerde standaarden die in die level 2 teksten staan. En wat daar ook in staat in die technische standaarden is inderdaad voor partijen die straks besluiten om te gaan rapporteren over de negatieve impacten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Daar staan ook een aantal indicatoren in waar ze dan over zullen moeten rapporteren. Een deel daarvan is verplicht en een deel is optioneel. En ik durf het precies aantal niet te zeggen, maar volgens mij zijn er 15 verplichte indicatoren en een aantal optionele indicatoren waar partijen dan uit kunnen kiezen als ze ervoor kiezen om te rapporteren. En wat ik ook nog graag even zou willen benoemen is dat aanvullend van op 1 januari 2022 ook wordt verwacht dat marktpartijen die duurzame producten aanbieden, transparantie bieden over de mate waarin die duurzame producten taxonomie aligned zijn. En de taxonomie is weer een andere wetgevend kader, maar de taxonomie is eigenlijk een soort van Europese ja, invulling van wat is nou wel of niet duurzaam. En straks is het de bedoeling dat partijen dus gaan aangeven hoeveel van hun beleggingen volgens die taxonomie klassificeren als duurzaam. Dus dat zal ook gaan spelen vanaf 1 januari 2022. Dat even voor de context. Dan kunnen we naar de volgende sheet. Nou, wat speelt er op dit moment? Ik gaf het net al even aan, die technische standaarden. De laatste versie daarvan is recent gepubliceerd en is nu in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Daar hebben ze 3 maanden de tijd voor. Ik hoop dat het sneller gaat, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen. Er wordt nog gewerkt aan een supervisory statement door de Europese toezichthouders. En dat statement moet eigenlijk wat meer duidelijkheid geven wat er wordt verwacht in die overgangsperiode tussen 10 maart en 1 januari 2022 van marktpartijen. Welke
vereisten moeten ze wel al invullen en waar kunnen ze mee wachten, maar vooral ook per wanneer gaan welke verplichtingen lopen. Dus wanneer is een eerste periodieke rapportage nodig? Vanaf wanneer moet er eventueel rekening worden gehouden met negatieve effecten? Dus als het goed is, komt er binnenkort een gezamenlijk statement van de Europese toezichthouders waarin daarover nog meer duidelijkheid wordt gegeven. Nou, dit punt noemde Roderick ook al even. Er zijn een aantal interpretatievragen over de SFDR. En die zijn voorgelegd aan de Europese Commissie, omdat er eigenlijk gewoon op basis van die teksten onvoldoende duidelijkheid was. En daarvan zijn we in afwachting van een antwoord van de Europese Commissie. En dat verwachten we één deze weken. En tot slot, ook al door Roderick genoemd, heeft de AFM inderdaad een uitvraag gedaan naar de implementatie van de SFDR. En die uitvraag zit specifiek op de implementatie van de SFDR in prospectussen. Dus hoe zijn daar de informatievereisten in verwerkt? En de vraag is dus aan alle beheerders om die informatie voor 10 maart 2021 bij ons aan te leveren. En ja, wellicht wel goed inderdaad. Maaike noemde het al even, onze bestuursvoorzitter Laura van Geest heeft een interview gegeven aan het NRC en dat werd vanochtend gepubliceerd. En wat zij ook al zei, het is een overgangsjaar. We hebben te maken dit jaar met veel nieuwe wetgeving. Nieuwe wetgeving die niet in alle gevallen even goed al is uitgewerkt, waar nog onduidelijkheden zijn, moeilijkheden. Dus toezichthouders zal dit jaar niet, zoals zij het mooi zei, met de hakbijl gaan handhaven. En we zijn er dit jaar ook om de markt in beweging te krijgen, de markt te helpen. Tegelijkertijd is dat uiteraard geen vrijbrief om helemaal niets te doen. En als partijen de kantjes ervan aflopen, dan is er uiteraard vanuit de toezichthouder wel, wel de potentie om te handhaven. Maar de insteek is dat partijen die hun best doen, daar zal de AFM niet snel op de stoep staan. Dus ik denk dat dat goed is om eventjes te benoemen. Dan kunnen we naar de volgende sheet. Nou ja, vragen. Ik zag al wat vragen voorbij komen uit het publiek, maar ik denk dat ik er alvast een aantal kan meenemen en hopelijk kan beantwoorden. Omdat wij ook al via andere kanalen veel vragen krijgen. En de belangrijkste vragen die we krijgen zijn eigenlijk op scope. Dus op wie is die SFDR nou van toepassing? Nou, de eerste vraag die wij wel eens krijgen is, goh, ik bied geen duurzame fondsen aan. Is de SFDR dan wel op mij van toepassing? Nou, het antwoord daarop is heel simpel. Ja, ook beheerders die geen duurzame producten aanbieden moeten voldoen aan de SFDR. Alleen zijn dan een aantal van de vereisten niet van toepassing, omdat die echt zien op specifiek duurzame producten. Maar de algemene vereisten zijn zeker wel van toepassing. Tweede vraag die wij vaak krijgen is inderdaad van kleine beheerders. Beheerders in Nederland die vallen onder het registratieregime. Is die SFDR nou wel of niet van toepassing op die partijen? Daar is helaas nog geen antwoord op. Omdat inderdaad uit die level 1 teksten niet blijkt dat die partijen zijn uitgezonderd. Tegelijkertijd lijkt het wel vreemd om die partijen ook te laten voldoen aan die vereisten. Omdat ze juist van een aantal van die vereisten die wel aan vergunninghoudende beheerders worden gesteld zijn uitgezonderd. Dus daarom is die vraag voorgelegd aan de Europese Commissie die de wetgeving heeft opgesteld. En zijn we dus in afwachting van een antwoord op die vraag. Tot die tijd heeft de AFM ook gezegd, wachten wij het even af en zullen wij ook niet, verwachten wij niet dat partijen die onder dat registratieregime vallen al die regels aan die vereisten voldoen. Neem niet weg uiteraard dat partijen die ermee aan de slag willen gaan wat vooral moeten doen. Maar goed, goed voor partijen om die hieronder vallen om dat in de gaten te houden. Waar wij ook veel vragen over krijgen, en dat kwam ook alweer eerder in de presentatie aan bod, is closed-end beleggingsinstellingen die niet meer worden aangeboden na 10 maart 2021. Wat wordt daar nou van verwacht? Ook daarvoor geldt dat er in de SFDR geen uitzondering wordt gemaakt voor producten die niet meer worden aangeboden. Normaal gesproken zie je in wetgeving nog wel eens een soort van overgangsregime of iets dergelijks, maar daar is in de SFDR zien we dat niet terug.
Tegelijkertijd zien we dat een aantal van die vereisten van de SFDR eigenlijk moeilijk toepasbaar zijn op closed-end beleggingsinstellingen die niet meer aan worden geboden. En dat is niet dan specifiek op de vereisten die gaan over precontractuele informatie. Daarvan zegt de AFM, ja, dat lijkt ons heel gek als je van fondsen die niet meer worden aangeboden gaat vereisen dat ze nog precontractuele informatiedocumenten gaan aanpassen, want hè, er is geen sprake meer van een precontractuele fase. Dus daarvan zeggen we, nou, daar hoeft niet aan voldaan te worden. Met betrekking tot de andere vereisten, bijvoorbeeld hè, het mogelijk rapporteren over ongewenste effecten op duurzaamheid of iets van periodieke verslagen, zijn we nog aan het kijken of die nou wel of niet van toepassing zijn op closed-end beleggingsinstellingen. En dat is ook een vraag die we willen voorleggen aan onze Europese collega's, omdat we vinden dat daar gewoon binnen Europa op eenzelfde manier mee moet worden omgegaan. Dus voor die vereisten die zien op precontractuele informatie kan ik nu zeggen dat het niet nodig is om daar iets mee te doen voor closed-end beleggingsinstellingen. Voor die overige vereisten is dat nog niet te zeggen en zijn we dus in afwachting van wat er uit Europa komt. Dus dat is deels een antwoord, deels niet, helaas. Maar ja, dat geldt voor wel meer dingen. We zijn in grote mate afhankelijk ook van afstemming binnen Europa. Maar dat even voor closed-end beleggingsinstellingen. Andere vraag die we veel binnenkrijgen is inderdaad, aan welke vereisten moet nou die transparantie voldoen? Als ik kijk naar die vereisten in die SFDR-teksten. Daarvoor willen we toch partijen zoveel mogelijk verwijzen naar die technische standaarden. Want eigenlijk als je daar doorheen gaat, en dat noemde Dylan ook alweer, wordt heel veel duidelijk en wordt ook echt tot redelijk, tot in detail eigenlijk uitgewerkt wat er allemaal moet worden opgenomen. Dus ja, voor partijen is het advies, ga daar een keer doorheen om te zien hoe het eruit ziet en dan zou je een heel eind moeten komen. Dat was het eventjes van mijn kant en er zijn vast nog vragen voor mij of voor de andere sprekers. Dankjewel Zoe en ik denk dat je al heel veel vragen hebt beantwoord, maar er zijn er ongetwijfeld meer. Er zijn er al een aantal binnengekomen via de chat, maar ik wil vooral ook iedereen uitnodigen die nog vragen heeft om die in de chat te zetten aan Zoe of aan Dylan of aan Roderick. Als ik al even kijk naar de vragen die binnen zijn gekomen. Er is één vraag over dat we alleen spreken over AIFMD-beheerders. Of dit ook geldt voor UCITS-managers en misschien ook andere managers. Zoe of Roderick, ik weet niet wie van jullie de vraag wil beantwoorden. Het geldt in ieder geval ook voor UCITS-managers. En het geldt ook voor pensioenfondsen, voor verzekeraars en het geldt heel banken die beleggingsproducten aanbieden, maar in ieder geval ook voor usage managers. Ja, ik denk dat we hier met name IVND noemen, omdat dat binnen de private equity venture capital context waarschijnlijk het meest relevant is. Ja, klopt. Andere vraag. Moet een beheerder op de website en of in een prospectus expliciet aangeven of zijn producten artikel 8 of artikel 9 zijn? En ter herinnering, artikel 8 en artikel 9 zijn dus duurzamere en duurzame producten. Ja, ik wil daar wel eventjes wat op zeggen. Dit jaar zitten we nog met alleen de level 1 teksten, dus dat zijn die hoge oververeisten. Nou, daarin wordt dat niet expliciet benoemd. Dus hoeft het op dit moment niet. Moet er alleen worden voldaan aan die vereisten en moet een beheerder dus bepalen van, nou, bied ik een artikel 8 of artikel 9 product aan? Zo ja, dan moet ik voldoen aan die transparantievereisten. Er hoeft niet in het prospectus zelf, het mag, maar het hoeft niet te staan of het een artikel 8 of artikel 9 product is. De toezichthouder wil dat overigens wel graag weten, dus dat komt ook terug in de uitvraag. Ik weet wel dat in het technische standaard volgens mij wel iets is opgenomen over dat daar iets over moet worden vermeld. Maar vooralsnog, op basis van de level 1 tekst, is dat niet nodig. Andere vraag. Even kijken. Moet bij de duurzaamheidsfactoren gebruik worden gemaakt van de lijst van 50
factoren. Ik denk dat hier ook de vraag is, mag je ook andere dan die 50 factoren meenemen als je ze relevant zou vinden? Het antwoord is extra mag, maar er zijn een aantal verplichte indicatoren waarvan de wetgever heeft gezegd, die zijn dusdanig relevant dat we willen dat iedereen ze gebruikt. En daarnaast is er een lijst met optionele indicatoren. Maar staat het ook beheerders vrij om daar nog zelf indicatoren waarvan zij zeggen dat ze relevant zijn aan toe te voegen? Dankjewel. Ik zie nog niet. Ik weet niet of andere mensen nog andere vragen hebben. Ik heb er zelf wel één. En dat is namelijk over de website disclosures en waar die moet staan. Is dat op een publieke website? Of mag dat ook bijvoorbeeld in het gedeelte van de website dat alleen met een password toegankelijk is? Of op een investor portal of iets dergelijks? Dus kan je daar wat over zeggen misschien? In principe heeft de wetgever gezegd dat het op een publiekelijk toegankelijke plek moet staan. En dat daar alle informatie ook voor mandaten of individuele fondsen, hoe je het ook wil noemen, ook moet komen te staan. Zolang het maar niet in strijd is met nationale privacywetgeving. Tegelijkertijd is ook wel geconstateerd dat dat rare situaties oplevert waarin er informatie moet worden gepubliceerd die misschien niet in strijd met privacywetgeving, maar waarvan het wel onwenselijk is om die te delen online met een heel breed publiek, terwijl het eigenlijk maar voor een beperkt aantal mensen relevant is. Dus daarvan is ook gezegd, nou, dat gaan we nog een keer voorleggen aan de Europese Commissie als vraag, hoe is dat nou bedoeld en kan daar een uitzondering voor worden gemaakt voor individuele mandaten of individuele portefeuilles en kan die informatie dan op een hoger niveau en in meer algemene termen worden gepubliceerd. Dus daar moeten we wachten op het antwoord wat gaat komen. Ja, en dankjewel. Je zei al dat jullie een uitvraag hebben gedaan over hoe duurzaamheidsinformatie nu in prospectussen gaat worden opgenomen per 10 maart. Wordt dat dan ook een vast onderdeel van de beoordeling voor een nieuwe beleggingsinstelling door de beheerder? Ja, als straks vanaf 10 maart nieuwe fondsen worden aangemeld, dan zullen we ook kijken of in het prospectus iets is opgenomen over de SFDR. En inderdaad ook de vraag stellen, is dit fonds geclassificeerd als duurzaam? Zo ja, hoe? En inderdaad, waar lezen we dat terug in het prospectus? Dus dat zal worden meegenomen voortaan bij fondsmeldingen. En gaan jullie dan alleen het of en hoe beoordelen, of gaan jullie ook inhoudelijk beoordelen of je bijvoorbeeld iets wel of niet een artikel 8 of 9 fonds vindt als dat als zodanig wordt aangeboden? Ik durf niet te zeggen hoe dat gaat bij fondsmelding, of daar elke keer inhoudelijke toets zal plaatsvinden, of dat wat meer iets is wat de AFM binnen ons specifieke onderzoeken gaat doen. Het is wel iets wat de aandacht heeft van de AFM natuurlijk, want transparantie is één ding, maar het moet natuurlijk ook wel op een juiste manier worden toegepast. Maar ik durf nog niet te zeggen of dat elke keer bij een nieuwe fondsmelding een inhoudelijke toets zal zijn. En, om hem om te draaien, kunnen jullie ook zeggen van, iemand heeft zijn fonds niet als artikel 8 of artikel 9, zeg maar als duurzaam fonds, aangemeld. Maar wij vinden toch dat het toch een duurzaam fonds is en dat er dus gerapporteerd zou moeten worden. Kunnen jullie die kwalificatie dan toekennen en op die manier een fonds in die rapportageverplichting trekken, om het maar even zo te zeggen? Ja, nou, ik ben geen jurist, dus ik moet hier even oppassen wat ik zeg. Maar ik kan me voorstellen dat als bijvoorbeeld een fonds in zijn marketinguitingen het wel heeft over duurzaam en ze zichzelf neerzet als een duurzaam fonds en daar wellicht ook wat mee doet, dan is zo'n fonds ook verplicht om volgens de SFDR te rapporteren. Want het is juist zo dat het dat er voor iedereen op dezelfde manier moet rapporteren over duurzaamheid, zodat beleggers straks producten kunnen vergelijken. En dat het ook niet meer verblijvend is om te zeggen dat je een duurzaam fonds bent. Dus dan moet het niet zo zijn dat fondsen toch proberen te profiteren van het duurzaam label, zonder daar dan ook de consequenties aan te verbinden van die SFDR-vereisten. Dus ik kan me zeker voorstellen dat dat... dat we daar fonds op zouden kunnen aanspreken.
Dankjewel. Ik kijk nog even naar Dylan en Roderick, misschien Mark van MVP. Hebben jullie nog vragen aan elkaar of aan Zoe? Ja, ik had misschien nog één vraag daarom aansluitend, Zoe. Wat nou als er een situatie is dat je met de aandeelhouders of de investeerders in je fonds expliciet afspreekt, het is voor ons niet nodig om deze rapportage te doen, maar het wel als een impactfonds, zeg maar, is opgezet. Dus het doel is wel impact maken. Alleen je spreekt met de aandeelhouders af, die rapportage op deze manier is niet noodzakelijk. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, die mogelijkheid wordt gewoon niet geboden. Dat is, die vrijblijvendheid is er niet. Dus er is geen opt-out mogelijkheid, ook niet als het is afgestemd met de aandeelhouders, ook niet als er alleen maar institutionele beleggers in zitten, ook niet als het een select groepje is. Dus nee, die mogelijkheid is er niet. Als je een impactfonds bent of een fonds met duurzame kenmerken, dan moet je gewoon voldoen aan die vereisten. Duidelijk. Dankjewel. Nou, als er geen verdere vragen zijn, dan is het hopelijk allemaal heel duidelijk. En is iedereen nu klaar om op 10 maart al zijn disclosures te doen. Rest mij om iedereen te bedanken. Zoe, Dylan en Roderick voor hun interessante insights en kennis. Er zijn opnames gemaakt door de NVP. Die zullen nagestuurd worden, zodat jullie het misschien nog een keer terug kunnen lezen, of misschien collega's hebben die dat nog een keer terug, of dat ze terug willen lezen, terug willen horen. Dus, of collega's hebben die dat misschien nog een keer willen doen. En dan dank ik jullie allemaal voor jullie komst. Maaike, jij heel veel dank voor het moderaten. Graag gedaan. Dank jullie wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag.